Wat betreft de hennepcijfers, dan gaat het om 4300 geconstateerde hennepkwekerijen over heel Nederland in 2016. Dat is een kleine daling ten opzichte van vorig jaar. Dat wil niet zeggen dat er ook werkelijk afname is in de hennepteelt. Enkel, het wordt minder gevonden door ons. En als je dat nu in relatie brengt tot het gebied van steden, onder andere Utrecht, Rotterdam-Rijnmond, Den Haag. Hoe ziet het er dan uit? Ja, dan bij steden zien we die, die lichte daling ook uh, uh, wel degelijk. Uh, 1193 kwekerijen in 2016 uh, ontdekt. Uh, nog steeds een fors aantal, maar net een iets lichte daling erin. En ja, waar, waar komt dat door? Dat is eigenlijk gewoon omdat we het steeds minder makkelijk kunnen ontdekken. We moeten steeds meer technieken gaan toepassen om uh, de slimmigheid van de, de, de hennepteler om die uh, te achterhalen en bloot te leggen, zodat we alsnog die hennepteelt uh, kunnen traceren. In de cijfers valt wel op dat uh, de diefstal uh, toeneemt van niet-gehen-gerelateerde energie. Ja, als je naar de cijfers kijkt, dan, dan uh, veronderstel je dat. Um, ik denk niet helemaal dat het zo is, maar dat die diefstal er al uh, veel langer is. Alleen uh, we ontdekken er meer van. Uh, we komen ook meer bij mensen thuis. Uh, onder andere door de uitrol van de slimme meters. Um, en uh, constateren op die manier ook uh, dat er gerommeld is aan de installatie. Uh, mogelijk door de, de, de vorige bewoner of wat dan ook. Uh, maar we ontdekken wel op die manier dat er veel meer gerommeld is als dat we dat de voorgaande jaren ontdekten. En als je ziet wat die mensen uh, dan moeten betalen als ze uh, energie hebben gestolen, dan is dat wel een fractie van wat iemand betaalt die netjes energie afneemt. Ja, dat is heel bijzonder in Nederland. Um, um, wat er uh, verrekend mag worden, is de schade die de netbeheerder heeft geleden. Um, en dat is eigenlijk uh, zijn dat de inkoopkosten uh, van de kilowatturen die we op uh, hele grote schaal inkopen. Uh, daaroverheen wordt voor de rest niets gerekend naar de fraudeur. Dus die komt weg met een, uh, een korting van zo'n uh, 70%. Dat is, uh, loont goed. Ja, en als hij die rekening gewoon weer betaalt en uh, hij zou afgesloten zijn, dan wordt hij weer aangesloten op het moment dat hij ook weer een contract heeft en begint alles weer gewoon opnieuw. Dan zou je ook zeggen misschien dat mensen uh, hiermee in herhaling gaan? Uh, die hebben we zeker, uh, die gevallen die, uh, die zijn er. En ja, zoals de wetgeving nu in elkaar steekt, uh, ja, daar kunnen we er niets uh, uh, tegen doen. Wat gaan jullie hiermee doen? In gesprek met justitie? Uh, zeker, dat, uh, dat is wat we absoluut willen. Om te kijken ook of dat er uh, mogelijkheden zijn om daar toch uh, misschien wel uh, aanpassingen in de wet te doen. Of uh, in ieder geval iets waardoor het maatschappelijk verantwoord is om uh, die, die, uh, ja, die, 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 die lage tarieven die we nu moeten rekenen, om die uh, anders neer te zetten. En dat wil niet zeggen dat de netbeheerder daar beter van moet worden. Dat is niet de insteek. Maar het mag niet zo zijn dat je als je stilt in Nederland uh, op het gebied van energie, dat je beter uit bent als degene die gewoon goed betaalt en zijn contract netjes uh, afhandelt.